Teleurgesteld druipen de spelers van Roda af. Het enige wat je kan doen, de positieve elementen uit deze wedstrijd meenemen naar de volgende pot. Ik denk wel dat we als team hebben laten zien dat we zeker niet tekort komen op dit niveau. Alleen vandaag was het niet genoeg. Voor één ding kun je vandaag niet ontevreden zijn. Dat is de vechtlust van je ploeg. Ja, dat is het eerste wat wij gewoon terug willen zien. Wij willen gewoon een groep zien, een team op het veld. Die Roda presenteert zoals wij heel graag willen zien. Nou, het begint met het strijd, begint met het groepsgebeuren. Begint eigenlijk daarmee. En ik kan gewoon jongens wat dat betreft helemaal niks verwijten. De strijdlust is er, maar ook belangrijk, kansen creëren en afmaken. Ja, met de kansen die wij hebben gehad, wederom deze wedstrijd, 2-3, 100% kansen, hadden we ook aansluitingstreffer kunnen maken. We hebben ook tegen elkaar gezegd aan het einde in de kleedkamer. Jongens, kijk, wij kunnen elkaar helemaal niks verwijten. Wij hebben gewoon alles aan gedaan. En daar begint het mee. We weten heel erg goed wat onze tekortkomingen zijn. We weten heel erg goed waar we aan toe moeten werken. En dan steken we kopjes bij elkaar en dan gaan we aan doen. Meer dan dat kunnen we niet doen. Volgende week weten we of dat zijn vrucht heeft afgeworpen. Dan speelt Roda thuis tegen Groningen. En misschien zoeken deze mannen dan wel met een glimlach de catacombe op. Want gisteravond was er alleen bij de tegenstander reden tot blijdschap.